In Westende verzetten boze campingbewoners zich tegen de sluiting van camping Cosmos. De camping werd bekend door de gelijknamige film van Jan Bucois. Maar camping Cosmos ligt in duinengebied en moet tegen het eind van het jaar dicht. En dat is niet naar de zin van de bewoners van zo'n 600 staancaravans. Camping Cosmos aan het strand van Westende. Vandaag heeft de ijsjesverkoper hier nog genoeg klanten. Maar over enkele maanden moeten alle 600 caravans hier weg. Wij hebben 29e van juni hebben ons ontslagbrief gekregen. En die gaat in. Vanaf 1 juli gaat die in tot eind december. Dus we krijgen 6 maanden tijd voor allemaal te verhuizen. Maar je kunt er onmogelijk 600 caravans op 6 maanden verhuizen als je geen alternatief krijgt. De campingbewoners zijn niet zomaar van plan om zich uit hun geliefde camping te laten zetten. Ook al moet dat in het kader van het nieuwe duinendecreet. De solidariteit onder de bewoners is groot. Ik zit in een laan, allemaal Vlaamse. En wij zijn een echte familie. We trekken ons tafels bijeen s'avonds en we zitten ons te amuseren. En dan moeten we naar huis. No, pardon. No, monsieur. No. Even ontstaat opschudding wanneer een campingbewoner wil weten wat er met de 25 euro gebeurde die hij samen met tientallen andere bewoners neertelde voor 2 advocaten. We hebben een klein, zal ik zeggen, aanvraag gedaan aan de mensen dat willen van 25 euro voor de kosten van advocaat kunnen te betalen. En hij wou graag weten wat er met zijn geld is gebeurd. En hij wilde weten wat er met het geld gebeurd was. Maar de bewoners verzetten zich ook nog op andere manieren. Met een brief naar de minister, met affiches en vooral met veel verbaal protest. Voor velen staat het vast. Pas op 31 december zullen ze hier voorgoed vertrekken.